Rail Public Transport. Openbaar vervoer per spoor. Matterhorn. Dit is lijn 1 richting Centraal Station. Pilatus. Wordt afgeluisterd. Sorry, wat zei je? Was tegen iemand op de telefoon. Oh. Middag. Filmt mij toch niet, hè? Nee, het heeft wel geluid. Het heeft geluid? Ja. Oh, dus wat moet praten. Je hoort mijn muziek ook. Ja. Ik moet wel wat zachter zetten, maar ik moet mijn muziek hebben. Ik wil iets zachter. Zo? Ja. Of nog zachter? Nee, dat is goed. Nou, het probleem is, als ik het op YouTube zet, dan kan ik auteursrecht en claim krijgen als je die muziek hoort. Oh ja, natuurlijk. Ja. Ja, dat was ik al vergeten. Ik weet niet hoe bekend die muziek is, maar... Bekend? Ja, ik kan het ook wel denken, hoor. Misschien iets zachter. Nog zachter? Straat. Dit is wat ze zien, dus jij moet niet zien. Maar het beste. Alleen te horen. Ah, dat is niet erg. Ze had toch denk ik zo'n man. Ja, sowieso. Mijn stem klinkt echt anders. Of valt best mee hoor. Nee, daardoor op die telefoons en zo klinkt mijn stem altijd anders. Die telemarketing mensen zeggen ook, ja, is het goed op meneer? Dan zeg ik hallo, ik ben mevrouw. Oh, sorry mevrouw. Maar ja, echt. Als ik lang denk, is het wel eens dat ik een dame ben. Sommige mannen lachen gewoon heel hoog, ja. I don't know. EQ Plein. Ik denk dat ik mijn tas meeneem op CS, want ik vergat het net ook bijna. Ah, hoe dan? Ik weet het niet. En jij ligt hier, man. Ik mag wel zingen of dat mag ook niet? Jawel. Dit is nog leuk ook. Echt hè? Ik weet niet hoe dat auteursrecht werkt. Volgens mij is het een computer of zo. Maar... Nee, maar je mag niet. Zingen maakt niet uit, toch? Nee hoor. Zolang iemand geen vreemde dingen zegt of zo. Is dat goed? Nee, dat is niet
Baden-Powellweg. Davidstraat. Ik klaar ben, het gaat hagelen. Oh god, die is. Ja, net regent het ook. Dus. Oh man. Dan kijk, nu ziet het er mooi blauw uit zo. Meer en vaart. Overstappen op de lijnen 17, 61, 63 en 69. Thank you.
Johan Huizingalaan overstappen op lijn 18. Station Lelylaan. Overstappen op de lijnen 50, 62, 63. Streekvervoer en trein. Vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out. Kinderenstraat. Surinameplein. Overstappen op de lijnen 15 en 17.
Rijnvis Veitstraat. Jan-Pieter Heijenstraat, Revalidatiecentrum Amsterdam. Eerste Constantijn Huygensstraat. Overstappen op de lijnen 3 en 12. Met zulke beentjes? Ja, precies. Ja, jij kom op, het doe gewoon. Het is echt lelijk. Het is echt ziet er vies uit. Nee, maar gewoon alsof ze kussens daar heeft gezet of zo. Ja, echt.
Nicki Minaj heeft het ook, dit gezien. Ja, maar toch vind ik die van Nicki weer wel weer overeenkomen met de benen. Ja, en de, snap ja, je? Het komt overeen met de been. Maar Kim de benen zijn zo en de reet is zo. Maar Kim is zo klein, hè. Volgens mij is Nicki wel langer dan dat. Nee, man. Net als die Kylie met hun lippen. Ja, ik snap het niet hoor. Ik ook. Schijnbaar maakt geldje gek, denk ik. En blijkbaar. Het is er toch maar één. Volgens mij is het ook Courtney is de enige die normaal doet. Ja, maar echt ook. Ze ziet er niet eens slecht uit. Nee. Echt raar. En het is niet eens dat Kim geen billen had. Kim had al billen. Ze had al wat, weet je. Precies. Al zo. En dan snap ik ook niet dat Kanye dat mooi vindt. Ik zou zeggen, hey chick, doe gewoon een gat weghalen of zo. Ja, nee, serieus. Of laat het iets kleiner maken, je weet toch schaam. Leidse plein. Leidse Square Entertainment Area. Overstappen op de lijnen 2, 5, 7, 10 en streekvervoer. Vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out. Heb je er nog eentje erbij gekregen, toch? Ik weet het niet. Het is toch al... Is Northwest? Hoe heet die? Oh, een... was dat weer van iemand anders? Saint. Ik dacht dat Kylie zwanger zou... Of nee, er waren doddels volgens mij dat ze zwanger zou zijn. Ik heb geen woorden. Mena. Hier. Ja. Zo veel te vroeg, man. Zijn te vroeg. Oh jezus, je hebt te hard gereden voor die opname. Het is ook rustig nu. Dit is goede tv, we praten over de billen van Kardashians en... Prinsengracht. Ik vind het wel leuk om te kijken naar dat programma. Alleen maar met, ik weet niet... Gekke dingen ze doen. Precies. Van gekte weten ze niet wat ze moeten doen. Maar echt. Sommige delen, hoor. Het is niet verboden om te delen, hoor. Wie? Het is niet verboden om te delen. Ik zeg, ze mogen delen, hoor. Het is niet verboden. Nee. Als ze het toch niet weten wat ze ermee moeten doen. Kom maar. Echt, en ze kunnen me bellen. Keizersgracht. Maar je zit alleen op lijn 1? Nee, ik zit overal. Dat is geen vaste lijn of zo. Nee, ik zit nog op lijn 2. Maar dat is niet wat ik vroeg, geen 3, 10, 12 of zo. Nee. Goedemiddag. Daar al gevuld? Jawel, maar dat was 5 jaar geleden. Oké. Okay. Nee, 6 jaar zelfs. Oké. Okay.
dochters zijn net dat in Hilversum sneeuwt. Pardon? Mijn dochters zijn net dat in Hilversum aan het sneeuwen was. Vandaag? Ja. Meen je niet? Ja, ik zeg nee, hier niet. Ik ging het alleen hachelen. Nee, het was vanochtend was het echt grauw en acht uur in de zon en is het droog. Ik zei dat er gewoon geen sneeuw had. Ik zei, hou die sneeuw daar. Neem het niet mee. Het is wel mooi. Om te zien. Voor dit is het mooi. Om te zien, ja, maar niet om Koningsplein. Te nee. Alles was toch stilgelegd toen. Ja. Heftig. Ik had toen de vijfde film, Wisselbevrooid bij Binnenhof, moesten we naar de remise. Oh, echt. Hilarisch. Was dat rampzalig. Het spui. Dus is het 7 jaar geleden zelfs. Dat is een tijd terug, ja. Toen had ik een paar weken tijd in de zomer al die lijnen gedaan. Het was mooi weer, allemaal toeristen op straat. Dat was mooi. Er was iemand, ik weet niet of het een collega geweest was, maar die had echt een mooi filmpje gemaakt. Wauw, ik heb hem ook echt opgeslagen, hè. Zo mooi vond ik hem. Gewoon hoe hij die effecten had gedaan, weet je, van het ene beeld naar het andere beeld, weet je. Het was gewoon, prachtig. Maar gewoon hartje Amsterdam. Was het vanuit de tram of gewoon op straat? Nee, het was gewoon op straat. Oh. Maar het was gewoon echt, dus het waren gewoon, eigenlijk waren het gewoon foto's. Maar dan met die foto's heeft hij bewegende beeld gemaakt, weet je? Wauw. Nee, het was toen in die groep van ons. Weet je, want we hebben eentje van die ruilzijde. Ja. En de andere gewoon van GVB, weet je? En in die van GVB zat hij. Oh, ik heb hem echt opgeslagen. Ik vond hem echt mooi, man. Oh, echt zien. Mooi gedaan. De Dam. Dam Square, Royal Palace. Overstappen op de lijnen 13, 14, 17 en streekvervoer. Vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out. Nu is de deur niet dicht. Hey! Zo. Ik ga het even doorgeven. Kun je dit zo doorgeven? Ja, goedemiddag. Of u aan de 913 kan doorgeven dat de andere cabine open staat, over. Groot Wageningen 913. Ga ik hem meteen even vermelden. Dankjewel voor je attentie, over. Ja, graag gedaan, over. Oké. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunnen we niet verder? Oh jawel, ik moest even wat doorgeven van die luipijp. Oh. Ja man. Echt hè? I am tripping over my
Je kan gewoon op CS langer blijven staan dan. Ja. Tegenwoordig word ik in de gaten gehouden, weet je? Ja. Met mijn, hoe noem je dat? Je rijdt, hè? Ja. Mijn punten maar niet uit. Het is rood. Maar erg. Zo. Dus dan sta je ook zo. Jezus. Ik snap het ook niet, weet je. Zelf niet met dit lijntje hier zo. Kijk waar het is. En toch stoppen ze daar. I know. Ik denk bij mezelf, hallo, die lijn zit er niet zomaar. Ze gaan om, ze willen om die tram heen, toch? Maar als het rood is, moet je gewoon daar staan. Ze hadden geen rekening, dus... toch? Dat die dingen voorbij kunnen komen. Nee, maar dit is ook een hele rare, het is een splitsing. Ja. Ik heb altijd gefietst van west naar CS, nou daar. Je kan niet eens hier, je moet die straat in naar de achter. Klopt, ja. Dus ik ging gewoon over de busbaan heen, al die bussen toe te doen. Echt, hè? Ik ga echt niet omrijden. Die achter is één richtingsverkeer in die straat, dat is vreselijk. Is dat. Ja, klopt. Dan kan je alleen zo erin, ja. Ja, Jesus, heb je al zo'n fiets daar? Nee, gelopen wel, ja. Ja, het is ook echt krap, smal. Ja, is, alles is één richting. Nou, je moet echt weten waar je heen gaat. Nieuwe Zijds Kok. Dus we zijn om 4 minuten voor 1 weg. Ja, een half uurtje ongeveer. Ja. Oh. We hebben echt veel te vroeg gemaakt. Dat is min 1, dat valt mee toch? Dat valt hier min 1. Maar ik moet 35 aankomen op CS. Ja. Ja. Sloom rijden. Er zit toch niks achter. Staan toch? Ja, die staan daar daarnaast en die komen zo dan. Gaan ze naar achter toe? Nee, ze gaan zo via daar. Zeg maar waar die auto vandaan komt zo. Oh, maar dan vanaf leven. Die station zo toch? Maar dan nemen ze die stoplicht oh, zo. Ja. Ze keren zeg maar. Nou. Weet jij, dat gaan eigenlijk nog bussen naar dat busstation daarachter als die Noord-Zuidlijn rijdt. Want ik heb gezien dat al die bussen in Noord gaan stoppen bij de metro daar. Ik heb geen flauw idee, man. Ik weet het echt niet. Ik heb me er zo niet in verdiept. Tegen de tijd merk ik het wel. Ik ben een passagier op dat gebied, hè. Okay, als je niet uit Noord komt, zul je er niet veel van merken. Nee, ik weet helemaal niks. Echt helemaal niks. Nee, ik heb er een paar jaar gewoond vandaag. Is het leuk, Leeuwarden? Maar ik woonde wel. Ik woonde zeg maar, wat is het, 10 minuutjes lopen van de pont af. En dan woon je praktisch in de stad, maar dan in een rustig gebied daar in Noord. Shemig. Ken je die pont? Die pont hier toch? Ja. Ja. Die. Centraal Station. Central Station. Eindpunt. Overstappen op stad, streekvervoer en trein. Vergeet u straks niet uit te checken. Please remember to check out.
Leun ik mijn ogen en gewoon op een slaperig plek. Zal zo weg naar mij, maar ik heb wel een zo lekker van de tijd. Vergeet je niet te abonneren. Bedankt voor uw bezoek aan Rail Public Transport. And do not forget to subscribe. Thank you for visiting Rail Public Transport. Rail Public Transport. Openbaar vervoer per spoor.